We zijn hier in Bangladesh en we hebben vandaag de laatste examens van de vlucht naar werktraining gehad. Drink 4 jaar geleden ongeveer heb ik contact opgenomen met René. Dat ik deze training in Bangladesh wilde gaan geven nadat ik het gezien had in Nederland. En René was gelijk heel erg enthousiast. En ik heb toen de trainingscursus in Nederland gevolgd en certificaat gehaald. En ben vervolgens in Bangladesh de trainers gaan trainen. En elke keer op en neer naar Bangladesh om zo, en ook vanuit Nederland te gidsen, zeg maar. De trainers te gidsen. Nou, vandaag hebben we 14 kandidaten gehad die allemaal hun examen moesten doen. En de resultaten gaan jullie in dit filmpje zien. Tijdens de My Way to Work examens wordt van de deelnemer verwacht dat hij of zij onder andere kan vertellen welk werk hij graag zou willen doen, welke vaardigheden hij dient te bezitten om dit werk te kunnen doen, en wat zijn sterke en zwakke eigenschappen zijn in relatie tot het werk. Ook wordt verwacht dat hij of zij iets kan vertellen over onder andere veiligheid op de werkplek, ziek en beter melden en zijn of haar omgang met collega's. Tevens wordt er gekeken naar zijn algemene houding tijdens het gesprek en een verzorgd uiterlijk. Ook niet onbelangrijk als je het werk hebt. I am Eklasuddin. I am working under DRRA, under this project, My Way to Work training project. And I am working under DRRA since from 1998. And I am a certified trainer for My Way to Work training. Yeah, it's a very, very, very good project for our disabled young adults, those who are the intellectual disabled and also some other disabilities. It is very essential for them. Some children, when they admitted here, they don't have any idea how to contact with the social. They don't have any idea about the social contact. And we trained up them how to introduce with someone, how to take care of himself, how to work in working area, and how to take the lead from his boss or supervisor. And when he had the illness, then he also, how he will communicate with his boss. And after the illness, over the illness, then how he will inform his boss, he will come and asking something. And also the behavior, behave with the colleagues. So they really learned a lot during this training. We really saw them changing their attitudes, they became proud, they really started to ask questions, discussion. They share much more. So I'm really very proud of them. Yes, we saw a lot of strengths with this training. Before they did not communicate with others, they are sitting and they are looking under the ground, looking the ground. And now they are more smart, they feel more better, and they can introduce with unknown person and also persons. And they can also discuss something about his colleague, about his teacher, about his boss, when something happened with them. That's a good thing. Een moeder vertelt trots over de positieve invloed
die de training My Way to Work de afgelopen 3 jaar op haar zoon heeft gehad. I can find out now my inside and outside characters, who I am. Mm-hmm. And I have some idea what we did not measure before. Now we measuring with this. Yeah. So that is very good for us and also our children. Deze leerlingen van 2 nieuwe My Way to Work groepen in een andere regio sluiten module 2 iets vragen af met een praktijktoets. Bij voldoende behalen zij een certificaat. Zo. Een korte evaluatie met nieuwe My Way to Work trainers in opleiding. Tijdens de My Way to Work examens werd de Nederlandse brug naar werknormering toegepast. Op basis van die normering zijn maar liefst 11 van de 14 kandidaten feitelijk geslaagd. Dit is alleen al door de extreem grote cultuurverschillen een uitzonderlijke prestatie. Uiteraard hebben we iedereen in het zonnetje gezet. We started this book 3 years back. It was really a nice thing to work with this. I learned a lot from this, and my students also. They've changed all their attitudes. And when we started this book, we thought that people with disability or students with disability, they won't be able to read or go through with this, or they will not be capable to understand or something. But when we go through all the pictogram, pictures, and all the small steps, change their life and change all of their attitudes, and they even now they knows much more than other regular their aged children or people. Mm-hmm. She said that if we have some time, so can you ask her what she wants to discuss? কিন্তু আজকে তুমি একটা বলে মাথা ব্যথা সেরে দিতে পারো না কালকে কালকে কেন দেব কি বল কি বল এটা একটা অনেক বড় একটা প্রজেক্ট ছিল আমাদের তোমার নাই।
And for me, it was a great learning because all the pictograms and all the steps I told you that all the time we use the same picture, it means the same. So we have to be very specific using the picture, same things, same meaning always. Consistency, we have to keep consistency and repeatedly. And the manners, like working attitude, working manners, and how to ask for leave or how to use mobile phone. Here we don't care about our using phone. We are working and using, but these are not good manners. These are not good practice. Even I learned it. And strength and weakness. We always focused on their weakness, but this book taught me that you have to fight. Focus on that strength first, then strength and then weakness. And we will work on strength, we will focus on strength and work with weakness. This is a great learning for me. Vandaag, precies een week geleden, kwam ik terug vanuit Bangladesh in het koude Nederland. Van 30 graden naar een graad 5 bij aankomst op Schiphol. Het was weer even wennen aan de temperatuur, maar ook weer even wennen om terug te zijn in Nederland. Want ook deze korte reis was ik weer onder de indruk van alles wat ik had meegemaakt. Een gedeelte daarvan heb ik in het filmpje verwerkt. Veel hoef ik er niet meer aan toe te voegen. De beelden en uitspraken van de gecertificeerde My Way to Work trainers spreken voor zich. Even me, I learned a lot from this. Of they feel good and change their lives and all their attitudes. Of even now, they know much more than all the regular normal people, zijn enkele citaten uit dit filmpje. Wat een geweldige ontwikkeling. Daarom wil ik heel graag naar Bangladesh. Voor mij is deze missie dan ook meer dan geslaagd. To all the students, teachers and the RA coordinators and Bangla friends, after a few years, I hope we see us again. I love it to stay again with you in Bangladesh. En voor mijn Nederlandse, Belgische en Duitse vrienden en bekenden, ik denk dat je een redelijk beeld hebt gekregen van mijn My Way to Work reis part 2. Bedankt voor het kijken en see you!